Oké, yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Vraagje Vrijdag. Ik sta hier vandaag met... Eugène Hendricks. En ik sta met... Vincent. Jij zegt niet je achternaam Vincent, jij bent iets netter. We gaan jullie zo spreken in de nieuwe Vraagje Vrijdag na de intro. Wap. Oh wauw, dat deed hij mooi. Nou Eugène, jij bent hier voor het eerste Vraagje Vrijdag? Dat klopt. Echt waar? Ja. De allereerste. En waar ben jij van, even voor iedereen? Divimove. En dat is? Een YouTube-netwerk. En een YouTube-netwerk is er om... YouTubers te helpen. Wat zeg je dat netjes? Het gaat om het helpen van YouTubers. Dus ik kom je helpen, jongen. Je komt ons helpen in de Vraagje Vrijdag. Heb je ooit Vraagje Vrijdag gekeken? Ja. Echt waar? In Keulen. In Keulen. Wat is het idee van Vraagje Vrijdag? Dat wij vragen beantwoorden van de kijkers. Heeft hij daar gelijk in? Ongeveer. En op welke dag doen we dat, Vincent? Dat is vrijdag. Barno, gebruik je wc-papier? Ik gebruik heel veel, maar geen wc-papier. Jij? Ja, om de twee dagen. Om de twee dagen? Ja. Je hebt ook altijd gewoon opgevouwd wc-papier in je jaszak bij je. Nou, toevallig. Waar? Ja, maar... nee, nou. Het zou mooi zijn, met ook zo'n Divimove logo erop. Jij? Oh! Wow! Nou, dit kan nog wat gebruiken. Het is wel closing up. Het is iets, ik raak het al. Kennen jullie dat filmpje op Dumpert ook van die Duitse die zijn anus gaat wassen en die gaat vertellen hoe hij dat doet? Met één stukje wc-papier? Met het gaatje doorheen. Ja. Nederlander. Is het een Nederlander? Ja, het is een Nederlander. Nee. Ja, echt waar. Vertel het even aan de kijker. We kunnen het misschien wel even laten zien. Ja. Geef papiertjes aan de Jens. Hij is al gebruikt. Ja. Komt wel goed. Kijk, nou wat de Duitser doet, hij pakt een wc-papiertje en vervolgens maakt hij er een gaatje in. Oh, en veegt hij zijn kont er helemaal mee af. En ik weet niet wat hij er vervolgens doet. En dan is het schoon. En dan moet je alleen nog even zijn nagels schoonmaken. Dat is de Duitse manier om je billen af te vegen met één papiertje. Boom, zo makkelijk doen ze dat. Ervaring zie ik. Ik Matsje, jij mag direct de volgende vraag gaan lezen. Alright. Even kijken. En die gaat wederom over Bardo. Bardo, wanneer is het de laatste keer geweest dat jij een dame hebt gezoend? Van Peter. Oh, wauw, dat is heel lang geleden, denk ik. Nou, laat ik het zo zeggen, mijn seksleven is droger dan mijn hele humor. En jij, wanneer heb jij voor het laatst? Jij hebt een vriendin, hè? Ja, dat was eergisteren. Oh, jij ook, je hebt ook een vriendin. Ik heb ook een vriendin. Maar we kunnen misschien hier wat ronselen. Ja. Hier? Oké, laten we Wie? Ja. Dus even gaan kijken. Ik zie daar een motoragent. Heb je Els een man gezoend? Oh, daar kunnen we nu echt de eerste keer van maken. Ja, nou, oorspronkelijk, ik zal hem aan jou meegeven, dan kun jij... Kijk, de Vraagje Vrijdag van Eugène. Ja. Het idee is, Bardo heeft nog nooit een man gezoend. Dat is altijd leuk om een keer te doen. Althans in Amsterdam, the city of gay. We zien een politieagent, dat is natuurlijk een symbool van gayheid. Sorry agenten van Nederland, maar af en toe is het zo. Dus we gaan kijken hoe mannelijk is de gemiddelde agent. Nou, zat er wel. Bardo, hou je van baardjes zoenen? Of? Ja, waarom zou ik jou anders in Vraagje Vrijdag nemen? Oké. Nou, we gaan het nu meemaken. Ga je mee? Hallo, meneer de agent. Goeiedag, u bent op Banjo Town. Dat is een groot YouTube kanaal. En we testen vandaag de gastvrijheid van Amsterdam. En deze man hier naast me is een grote YouTube bekendheid van Nederland. En die moet een aantal dames gaan zoenen vandaag. Op de wang. Alleen hij heeft nog nooit een man op de wang gezoend. Zou dat eventjes snel mogen? Wel op de helm? De helm ook niet? Nee, dat gaat mijn baas nooit goed vinden. Oké, maar als je uw baas het niet te zien krijgt? Ja, kleine wereld hè. En groot internet. Ja, klopt. Oké. Okay. Misschien kunnen we één knuffel. Een knuffel? Nee, ik bedank vriendelijk. Een high five? Dat kan wel. Een high five dan. Oké. Nou, om het toch af te maken, Bardo. Ja? Kijk, zo doen we dat. Nu gaan we naar de volgende agent. Ik denk dat wij onze volgende Vraagje Vrijdag echt live vanuit Oeganda moeten gaan doen. Daar zijn homo's toch zo geaccepteerd. Klopt. Dus ik zie jou al naar een agent lopen in Oeganda van hey. Hoe gaat het ermee? Mogen wij een kus op de wang? Mogen we even een kus op de wang inderdaad. Nou, ik zit te denken, in principe is dit wel heel veel shit voor Vraagje Vrijdag. Nou, helaas, daar gaat de agent. Zwaai even naar oma agent. Doei oma agent. Doei oma agent. Oh. Hij gaat gewoon iemand aanhouden nu. Ja. Oh, maar Gent is broos. Die heeft een kus van die mannen. Ja, hij is een beetje seksueel gefrustreerd en de camera kan niet inzoomen. Zoom man. Nou,
wel even het verhaal halen. Dan gaan we irritant het verhaal lopen halen. Nou jongens, heel erg bedankt voor het kijken naar deze Vraagje Vrijdag met een speciale gast Eugène. Tot ziens. Nou Eugène, we gaan je misschien binnenkort weer heel snel weer zien in Keulen. Dat klopt. Want daar ben jij ook bij. Gamescom. En gaan we jou zien in het appartement of niet? Ja. Oh man, hebben we hem ook bij het appartement? Sorry, hoort het weer. Ja, één grote tyfus zo. Vincent, rond de Vraagje Vrijdag is zo. Is goed. Nou mensen, bedankt voor het kijken. Op de volgende week weer kijken naar een nieuwe Vraagje Vrijdag. En tot ziens. Bye.